wacht even. Even draaien. 38%. Jippie, we zijn er weer. Jullie kennen... Oh, ja, sorry, ik ben weer aan het rijden op de skelter. Jullie kennen vast nog zo'n video. Ik ben nu hier. Skelter dat ik samen met Rick, die heet de rondleiding door mijn tuin. Maar ze waren... Of de buren waren aan het verbouwen, want er stond een heg en er kwam een schutting. En ik weet niet of het zo fijn vonden dat hun tuin nu op internet staat. Oh. Ja, sorry, er was iets, hè. Maar toen heb ik... die video staat nu nog op privé. Ik kan een klein stukje van het rijden. Ik had toch de muziek veel te hard staan. En mooi, die kwam eraan. En Rick filmde toen. En dat was heel grappig. En nu gaan we proberen het nog een keertje doen. Maar dan anders, maar dan zonder Rick. Want dat was het misschien iets van een half jaar geleden. Dat was letterlijk in de zomer van 2018. En waarom hou je de camera zo hoog? Dat was letterlijk in de... Oh ja, het jongens, boeien. Maar dat was echt letterlijk in de zomer van 2018. En nu is het alweer februari 2019. Dus dat is echt wel alweer geleden. En er komt een dikke trekker aan. Holy shit, er komt... Oh jezus. Trekker aan. Kijk, hoor. Oh, denk je dat er een beeldje is? Ja. Kut. Help. Kom niet vooruit. Ja. Weg met de tuin. Jezus. Kut, Sophie. Je weet toch niet dat ik mijn zoon met twee kinderen achterin... Ik help even. En iemand die de hele tijd achter haar zo gaat doen. Zo. Ja, dan ga ik wheelies maken. En ik sta nu. En dan kan deze skeleton niet aan. Rick kon veel beter filmen, maar die had nog een andere stok. En nu ligt hij op de stolen. Maar Sophie filmt. Kijk uit voor de hobbel. Zit dat ding wel goed? Maar jullie denken van misschien... Waarom hoor je hier een keer getel op de achtergrond? Oh jee, dit ga ik niet doen. Dit is een hele harde... YOLO! Komt een hele harde knal, jongens. 3, 2... Holy shit! Komt even! Leg hem op de schoen. Maar dus nu doe ik het... Oh, godverdomme. Kut, het werkt niet. Sophie, help even. Ik wil even duwen. Ik film mezelf even. Ja. Maar ik denk, zoals jullie zien, misschien moet ik gewoon zelf filmen. Het is heel moeilijk. Ik rij nu met één hand. De schijf is schijfgevaarlijk. Ik ga hier bij deze... Ja, ik ga niet zeggen waar het is, want anders weet je niet waar ik ben. En het is waarschijnlijk weer open te verlicht. Dat is heel goed. De vorige keer... En Rick wil toen over een sloten spelen. Maar we gaan zo daar bij de dingen. Er zijn hier twee bedden. Oh jee. Maar je hoort iedere keer getel. En dan komt omdat ik een app heb. Ik heb een app en die zegt hoeveel kilometer per uur ik ga. Dus ik vroeg me af hoeveel kilometer per uur gaan we. En daar worden jullie getel. Van mij, wat is die? Ja, zij is zo aan het tellen. Dan wouden we dat gaan doen. En ik weet niet waarom dit niet meer werkt. Daarachteraan. Dat is heel jammer. Ik zou in de beschrijving zet ik de link van een stukje van die video. Want ik kan natuurlijk die video. Die ga ik daar even zelf bekijken. Want ik kan hem niet meer knippen. Want die video ben ik kwijtgeraakt. Dus je hebt zelf even via YouTube. Ben ik op YouTube gaan of naar mijn lijst. Naar mijn lijst, dus waar ik al mijn video's kan zien. Daar heb ik hem gekeken, dus kan ik ook alle privévideo's zien. Daar heb ik hem teruggekeken en dan heb ik totdat ik thuis was. En ik gooi die nu ook even in de video, dus ik zou zeggen, ja, veel succes met de video. Yo mensen van de hele wereld. Ja, ik wil niks. Yo mensen van de hele wereld. Ja, ik wil niks. Rick vraagt mij met de stok en die filmt mij, want ik moet draaien. En ik kan ook niet tegelijkertijd in de les van de camera kijken, dus ik kan gewoon even... Nee, je... Sorry. Oké, dus Rick filmt boven mijn hoofd, dan kan ik tegelijkertijd naar voren kijken. Ik kijk naar voren en ik kijk tegelijkertijd in de les. Ik heb
kamer en ik ga dat ding weer boven een zandpas. Denk niet te komen wat niet mag. Hè? Dus nu, maar dan moet ik ook allemaal kleuren. Ik zal hier even mee de stukjes ook bij te weg knippen. Dus als ik heel hard door de bocht heen ga, dan kijk ik hier. Ja, oh my god, dat was toch mooi, hè? Dat was toch mooi, hè? Die video, die was toch mooi. Die was toch mooi. Die was echt mooi, hè? Ja, dat vond ik ook. Die was heel mooi. Ik vond het zelf ook heel leuk. En we rijden nu 0 kilometer en we mogen hier 30 kilometer. Ik ga niet zeggen waar ik ben, want dat staat er ook op. Ja. Hey, die. Ja, dat kan niet zijn. Oh, zo moeilijk om naar een video, maar we, nee. Dus hoe hard gaan we? We gaan kijken wat onze hoogste score is. En dat is nog afvragen hoe hard. En zo, nu pak jij dit ding weer vast. Oh ja, en er waren twee kinderen in de stad en die hadden... Oh ja, trouwens, één ding, ik heb mijn pet weer op. Die heb ik heel lang niet opgepast. Ja, ik ook, kijk maar. Die heeft ook weer zo'n oude pet, die had ik in mijn vakantievlogs. Maar één mededeling is, ik ga alle video's, alle vlogs ga ik opnieuw editen. Want er zitten sommige zitten nog editfouten in. Ja. Ik ga doen. Ik ga ook eens een keer... Ik ga ook even iets doen. 5. Maar, dus hier kan ik eens een keer zitten. Even, kijk maar eens in. Ik ben niet aan het vertellen. Hallo. Ik moet niet bijna leeg. Ik heb nog maar 20%. Nee, maar deze 34. Nee, 34. Wat? Toen net zoals u nog begonnen, 5 minuten geleden. Sorry dat jullie dat vertikken, jullie zijn ze bezig. Maar ik heb mijn pet weer op. Maar je kunt zien per serie hou ik dat soms even offline. Dan ga ik thumbnails en zo editen.
En hier zien we heel erg iets hoger, Sophie. Iets hoger. En ik reed er net even kijken of ik waar ik langs zou rijden in deze video. Toen hadden ze weer commentaar op onze pet. En toen ik deze camera erbij pakte, zeiden ze dat ik een selfie ging maken. Want ik doe dit letterlijk. En dat is super vervelend. Jongens, help even. Je kan toch zien dat ik niet met twee kinderen achterin. Mezelf. En jij bent nog zwaarder dan mij. Auw, stop dan. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Ik ga toch van deze kant. Ja, daar hou ik mezelf al vast. Ik ben al 6 minuten bezig. De vorige keer toen ik hier met Rick was, zat ik hier bij een stoeltje. Zat ik daar nog? Ik moet even nagaan, want ze. En ik zie hier nog het schuurtje. Oh, die feitje zat vast. Ik zie hier letterlijk nog het schuurtje. Ik zal die even filmen waar we waren begonnen. Nee, stop. Dat houten schuurtje daar. Bij die fiets. Dat houten schuurtje. Met dat witte kaartje bij die tankstafel. Zie je nu? Twee. Het houten schuurtje daar. Daar begonnen we toen de vlog. Oh, mijn kamer. Ja. En dat is heel grappig, want toen had ik de muziek veel te hard staan. Maar die was met Rick. Ik vind het heel jammer dat ik die. Oké, we gaan kijken hoe hard gaan we. Nee. Sophie, kun jij me even vasthouden? Want ik moet op de weg letten en kijken of ik heel hard kan gaan. En nee, je moet het zo. Oh, je moet hem weer vasthouden. Jawel, dan kan ik thuis het editen, weet ik dan hoe hard ik ga. Rick had een veel betere manier. Rick had namelijk. Kijk, ik zal mijn camera er wel even afhalen. Zo, ik haal mijn camera er even af. Kijk. Sorry dat jullie me zo dichtbij zien. Hallo. Maar kijk, wat was dat? Maar kijk, dit is letterlijk mijn stick. Hier werd het oranje gedeeld. Dat ik meestal mijn telefoon op. En die had ik toen net. Zo. Zo. En, daar, en, dan, en die hou ik dan voor me en dan kijk ik in de lens van de camera van mijn telefoon. Maar Rick had hier bij het uiteinde, had hij nog een stok, hier zo bij het oranje wat ik nu met mijn neus zat. Erin zat er nog een stok en die zat er zo. En zo, daarom hadden we toen beter beeld. En ik zet hem er nu weer op. En ik maak het camera vast. Want ik ben al 10 minuten bezig. En ze weer hou me even vast, want ik ga zo heel hard. En ik ga kijken. Oké, dus ik zet de camera goed. Holy shit, wat is dat voor een geluid? Ja, ze zijn hier met de straat bezig, joh. Dus daarom dat. Nu heb ik het met mijn eigen gedaan. Nee. Ik moet zo hard lachen, want gisteren keek ik al mijn vlogs weer terug. Ik moet dan zo hard lachen. Ik zei dus van de. Toen wou ik over die sloot heen springen, wist je dan? Geef me op, of als je die vlog nog niet hebt gezien, ik zet dat linkje ook wel weer in de beschrijving. Ik rij nog steeds 4. Ja, het gaat echt om het doel van de video, hoe hard. We vertellen alleen maar dingen, dus ik denk dat dit een beetje, oh, dat was een hobbel. En nu heel hard. Ja, want als komt niet hoor. Maar ik ben mezelf helemaal enthousiast aan het maken. Het is letterlijk februari, ik heb geen jas. Warm. Ja, maar die vlog daar heb ik zo hard om moeten lachen, want het is wel Rick. Zei, ja, ze zijn hier vanmiddag aan het messen geweest, zei ik. Ja, ze zijn in het kanaal, hè. Hoppada, slootje. Ze zijn er. Jullie willen waarschijnlijk kijken. Ja? Wacht even. Woe! Zal ik je ons in rond gaan springen? Ja, doe maar. Ik ga niet met de cabby. Of zou ik schijt hebben? Nee, want dan flikt. Ben je in de stond gestapt, lekker voor je. Ik moest er zo hard om lachen. Gewoon na de opname en gewoon gisteren voornacht, toen ik het bekeek. Ik moest er zo hard om lachen. Ja, ben je in de stond gestapt? Waar is het? Oh jee. Heel hard. Ga ik het halen? Ja, ik ga het halen. Oké, ik ga nu in mijn straat rijden. Kijk of ik hoop dat ik niet weer commentaar krijg.
weet heus wel dat ik hier weet je, een YouTuber ben. Ze zeggen dat omdat ik een roze pet heb. Ik hou zelf ook niet van maar... Geen naam noemen. Geen naam noemen, want ik ken die mensen. Ik rijd er nu langs en ik zeg niks zodat jullie alles horen. Oh ja, en ik probeer zo hard mogelijk. Jullie horen het op de achtergrond. Stil. Hier, ik zie ze al zitten op de rand van de zandbank. Wie denk je dat wij het zelf niet maken? Stil, hè? Ik ga heel hard proberen te rijden. Daar ga ik geen antwoord op geven, dan moeten ze wel mijn YouTube kanaal. What the fuck? Zag je dat? Zit ik? Wow! Oké, zullen we nu... Ik denk dat ik nu nog een rondje doe. Maar waarom moet ik het elke keer vasthouden? Even niet. Ja? Oké, weet je wat? Nu wil ik een keer. Weet je wat? Ik maak zo... Ik pak hier nog een stukje achteraan. Dan maak ik die stok kort en zonder dat ik ga praten. Ja, we kunnen wel gaan praten, maar... Maar ik laat nu in plaats van mijn gezicht laat ik de voorkant zien. Dus dan ga ik gewoon nog een rondje rijden. Dus... Nu mag jij vloggen, even. Maar ik kan niet zo goed vloggen. Tot daar. Een beetje daar. Waar zit uit de knop? Is dat ding weer verschoven? Oeh, jee. En dat werkt natuurlijk niet. Thank you.